efficiënter produceren, afgestemd op de persoonlijke noden van de klant. Om als maakbedrijf nog concurrentieeler te zijn. Daar gaat Made Different over, het transformatieprogramma van Agoria en Cyris. Meer en meer maakbedrijven investeren dan ook in één of meer van de 7 transformaties van het Made Different programma. Zij hebben resolute stap gezet richting Factory of the Future. Een van die bedrijven is EDNA. Ik ben Geert Anschotter. Ik ben de managing director, de eigenaar van EDNA. EDNA ontwikkelt en produceert elektronische besturing voor machines en apparaten. EDNA is gevestigd in Kalmthout, ten noorden van Antwerpen. En wij zijn al sinds lange tijd lid van Agoria en sinds 2016 ook Factory of the Future. Wij zijn eind 2012, begin 2013 in het verhaal ingestapt, omdat we toen gestart zijn met eigen productie. Industrie 4.0 heeft ons heel wat bijgebracht. Te denken aan automatisering, digitalisering, innovatieve arbeidsorganisatie. Op welke manier stuur je mensen aan? En dat vormt eigenlijk de hoeksteen om concurrerend te kunnen zijn ten opzichte van lage loonlanden. We hebben binnen ons bedrijf heel wat innovatieve productieprocessen lopen. In die zin dat we heel wat processen zelf ontwikkeld hebben. Dus met standaard bouwblokken. Die hebben we aangepast en op die manier ja goed, spreek ik toch wel van heel innovatieve processen binnen het bedrijf. En dat gaat verder ook naar onze mensen toe. Het is zo dat zij crossfunctioneel opgeleid zijn en dat zij dus ook verschillende stappen in het productieproces aankunnen. En op die manier maakt dat het werk voor hun verschillend, aantrekkelijk ook. En kunnen ze zelf aangeven van hoe lang welke stap dat ze doen. We hebben zeker hulp gehad, onder andere via Agoria. Zijn we in staat geweest om bij heel wat andere bedrijven te kunnen gaan kijken. En op die manier de best practices van al die bedrijven eruit te kunnen halen en hier te kunnen toepassen. En ook met Cyris zijn er in het verleden, maar nu nog altijd verbeteringstrajecten aan het lopen. Om op die manier steeds de lat hoger te kunnen leggen. De belangrijkste tip die ik kan geven is van oké, goed, verlaat de 4 muren van je bedrijf. En ga kijken hoe anderen de zaken aanpakken. Misschien in heel andere industrieën, maar je steekt er altijd wat van op. En dus de best practices, de goede dingen, haal die eruit en implementeer die binnen je bedrijf. Maakbedrijven die werk willen maken van hun transformaties richting Factory of the Future, kunnen zich laten omringen door een aantal uitstekende partners. Agoria, met zijn uitgebreide transformatie-expertise en zijn dynamische manufacturing community. Cyris, dat bedrijven een uniek platform biedt waar innovaties getest en ontwikkeld kunnen worden in een realistische productieomgeving. Vlaio, met zijn proeftuinen, waar bedrijven laagdrempelig kunnen experimenteren met nieuwe technieken en businessmodellen. Bent ook u klaar voor de noodzakelijke transitie richting Factory of the Future? Maak dan nu een afspraak met een van onze transformatie-experts.